Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze reeks ondernemingsrecht gaan we vandaag kijken naar de vernootschap in oprichting. In een vorige video hebben we gekeken naar de NV en BV. Ook hebben we geleerd hoe ze werden opgericht, namelijk met de notariële acta. Het oprichten van een NV of BV brengt tijd met zich mee. Soms kan het daarom aantrekkelijk zijn om voor het formele ontstaan van de NV of BV al te starten. Deze mogelijkheid is ook ingebouwd in de wet. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een huurcontract. De titel Vernootschap in Oprichting met de afkorting I.O. wordt dan gebruikt bij alle rechtshandelingen die ten behoeve van de vernootschap worden verricht. Met een BV of NV in Oprichting kan de ondernemer meteen aan de slag met het sluiten van contracten. Het is hierbij wel essentieel van belang dat de ondernemer de titel I.O. toevoegt bij alle rechtshandelingen die verricht worden. Als er namelijk rechtshandelingen zijn uitgevoerd, niet namens de vernootschap I.O., dan kunnen ze bij oprichting ook niet meer bekrachtigd worden. Dat betekent dat diegene hoofdelijk aansprakelijk is voor de rechtshandelingen die zijn afgesloten. Alvorens de oprichting officieel is, kan men dus al handelen met de titel I.O. Als de NV of BV vervolgens officieel opgericht zijn, dan zijn alle rechtshandelingen die in deze titel verricht zijn gebonden zodra de BV of NV haar oprichting bekrachtig heeft of als ze gebonden worden door de akte van oprichting. Dat is de directe binding. Denk bijvoorbeeld doordat aandelen uitgegeven worden of stortingen aanvaard worden op aandelen. Er zijn wel risico's verbonden aan het verrichten van rechtshandelingen bij de vernootschap in oprichting. Het belangrijkste is dat degene die namens de vernootschap in oprichting handelingen verricht hoofdelijk verbonden is en aansprakelijk is totdat de vernootschap de rechtshandeling na haar oprichting heeft bekrachtigd. Na de bekrachtiging vervalt de verbondenheid van de handelende persoon. Kortom, dat waren kort gezegd wat belangrijk is bij een BV en NV in oprichting. Bekijk nu specifieke video's over kapitaal en aandelen. Bekijk de gehele afspeellijst ondernemingsrecht voor een complete beeld. Abonneer op mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen van Begrijpbaar Recht.